En van Spanje gaan we naar het kleinste theater van Flevoland. In Lelystad, het is Poza. Kevin Potters, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ja, nou ja, het nieuwe jaar is begonnen. Ook voor Poza natuurlijk. Waarom trap je af? Ja, er komt van alles op ons af. Want we bestaan dit jaar natuurlijk ook 10 jaar, eind januari. Mm-hmm. Dus er komt een hoop op ons af. Een feestprogrammering dan? Ja, zeker, zeker. Maar goed, eerst nog even wat andere voorstellingjes. En dan op de 28e het grote feest. Ja. Maar jullie willen waarschijnlijk weten wat er allemaal op de planning staat. Ja, voor de komende dagen. Oké. Okay. Zaterdag 14 januari. Dan hebben wij de Jam Jazz sessies van de Cubes. Dat is altijd, neem je eigen instrument mee en ga lekker jammen. En we maken er gewoon altijd een feest van. Dus dat is sowieso, dat begint om 3 uur. Mm-hmm. En dat is gewoon de hele middag. En dan de zondag, dan hebben wij Gideon en Tazelaar. Ik moet het even goed uitspreken. Ik geloof dat ik het nu goed zeg. Ja. Dat is een saxofonist, maar dat is niet de minste. Die heeft een behoorlijke cv, kan ik je vertellen. Dus die doet in het kader van Willem Helbrekers, nodigt uit, komt hij een jazzoptreden doen. En vanaf 4 uur ben je van harte welkom. Ja. En zondag de 22e hebben we ook nog iets staan. Dat is, dat moet je ook altijd weer goed uitspreken. Dat heet Janzoon en Corazon. Oh, niet op zijn Spaans? Corazon. Corazon, ja. Terwijl het allemaal absoluut Nederlands is, hoor. Ja. Ze zingen geen woord Spaans. Tenminste, dat hebben ze mij niet verteld. Nee. Maar dat is een heel leuk duo, een wat ouder duo. Maar ontzettend leuk, lieve mensen. En die gaan voor ons optreden. En dat is ook om 4 uur. Ja, dat is retro kleinkunst, hè, heet dat dan? Ja, eigenlijk wel. Een tour de chant. Dus niet alleen Spaans, maar ook Frans. Ja. En dat is dan op zondag om 4 uur. Mm-hmm. En dan, ja, ik ga toch een klein tipje van de sluier oplichten. Op de 28e besta ik dan dus 10 jaar. Ja, gefeliciteerd. En daar komen meerdere artiesten. Dus het wordt een hele lange avond. Het begint al om 7 uur. Ja. En ik denk dat het tot in de late uurtjes doorgaat. Maar daar staan onder andere, en ik noem maar een paar artiesten op, want ik ga niet alles verklappen. Maar Jody Moon die staat er, jullie volgens mij wel bekend, veel cd's uitgebracht. Wat er nog meer staat, ik moet even spieken hoor, wat ik wel wil vertellen en niet wil vertellen. Drumpraat staat er, die kennen jullie ook wel. Mm-hmm. Is dat met Sietse? Ja, met Sietse Huisman. Ja. En er staat ook nog Bender. Misschien dat jullie dat ook nog wat zegt. Dat is een beetje niet zo direct. Poëtische, Nederlandstalige muziek. Ja. Ja. Dus een vol programma. Er zitten nog meer artiesten bij, maar die ga ik niet nu al verklappen. Dat zien mensen wel. Er staat ook wat op de website, denk ik, alvast, of niet? Ja, maar niet alles. Nee. Komt steeds weer ook. Steeds een beetje opbouwen. Een beetje plagen, zeg maar, richting de mensen die willen komen. Ja, precies. Okay. Dus dat is het vol programma, jongens, in januari. Goed, dankjewel. Kevin Potters, tot gauw weer. Tot gauw.